Hallo, ik ben Seca Dobrich. Ik woon in Willebroek. Ik ben mama van twee toffe zonen. Ik ben zaakvoerder bij Deelhome Gevelrenovatie in Aartselaar. En ik ben gezicht van Boekencafé. Ja, Deelhome is eigenlijk een KMO, eigenlijk een familiebedrijf dat uitgegroeid is naar de KMO uit Aartselaar. En wat doen we? We doen gevelrenovatie, maar zeer specifiek met spaatkurk. En wat is dan de spaatkurk? Zeer interessant. Het is eigenlijk een soort thermisch isolerende gevelrenovatie materiaal die uit Spanje is naar België gewaaid. Mijn functie binnen Deelhome is zaakvoerder en samen met mijn echtgenoot Christian Lemabele. En we hebben het een beetje verdeeld, zoals echte koppel. Ik doe vooral de marketing en binnendienst, facturatie en alle zaken dat hij niet graag doet. En hij doet dan de sales en uiteraard de uitvoeringen. Ja, mijn levensverhaal leest vlot uiteraard als een boek en daarom heb ik dat ook neergepend in de vorm van een korte autobiografie, Vlucht naar mijn droom. Het is een leven die niet vanzelfsprekend was om te eindigen wat ik vandaag ben. Ik ben namelijk van zeer arme afkomst. Ik kom letterlijk van ghetto van vroegere Joegoslavië. Mijn ouders waren heel arm en als kinderen hebben we armoede en honger gekend. Maar zelf ben ik iemand die naar kansen kijkt, opportuniteiten grijpt en vooral altijd vooruit in het leven gaat. En zo ben ik ook in België geëindigd. Ja, ik heb mijn man leren kennen op de catwalk. We waren allebei modellen. Hij was echt professioneel fotomodel en een mannequin. Ik deed het een beetje naast mijn fulltime job. Nu, we hebben elkaar toen leren kennen, maar toen was de vonk nog niet overgeslagen. We hebben elkaar pas daarna ontmoet in de zakenwereld. En toen was het helemaal een bingo, zou ik zeggen. Ja, in 2008 heb ik meegedaan aan de Miss Globe Belgium verkiezing. Mijn man heeft me toen ingeschreven en mijn twee zonen. Ik had daar een beetje twijfels aan, maar waarom heb ik aan die verkiezing meegedaan is omdat ik wil laten zien dat een vrouw zoveel meer is dan uiterlijk alleen. In mijn geval zeer zeker. In die zin dat ik ben op 40-jarige leeftijd begonnen met ingeschreven op die wedstrijd. En je bent een mama van twee kinderen, je lichaam is niet van jongste niet meer. Maar ik heb ook zoveel te bieden als vrouw, als persoon, als moeder, als zakenvrouw. En dat wil ik toch ook even laten zien. Ik ben fier met wie ik ben en wat ik ben. Ja, Boekencafé is een van de laatste projecten wat ik echt heel graag aan meedoe. Ik ben gezicht van Boekencafé en dat is een nieuwe boekenplatform waarin dat wij vooral aan Nederlandstalig geschreven boeken willen helpen lezers te vinden. Ik zelf ben van opleiding licentiaat Engelse taal en literatuur, dus ik heb een heel grote liefde voor taal, voor de geschreven taal. Ik heb mijn ding helemaal kunnen vinden in Boekencafé. Ik lees graag en ik ben oprecht geïnteresseerd in de verhalen van onze auteurs. Ik ben vooral van waar gebeurde verhalen en daar zit ik ook een beetje in de lijn met mijn eigen boek. Maar wat dat ik vooral echt gefascineerd ben, is onze auteurs en mensen die normaal gezien geen kansen krijgen om een boek uit te brengen. Bij ons kunnen ze wel terecht, omdat wij hun van A tot Z helpen en begeleiden in het boek uitgeven. Als ik een tip zou mogen geven, is misschien De Groeikracht van Martine de Meij. Ze schrijft over haar zoon, die is er niet meer. 25 jaar. En wat een waanzinnige verhaal en waanzinnige sterke vrouw is dat. Aan de vrolijke kant hebben we ook onze Else Schepper, die ook komt met een topboek net voor de kerstperiode. En waarom niet ook iets anders dan de kerstboom voor de kerst en nieuwjaar in plaats van fles wijn? Mag eens een keer ook een boek zijn, hè? Uh,
Ja, ik heb uiteraard een heel grote liefde voor de taal, voor de talen, als ik in meerwoud mag zeggen. Ik ben van thuis uit spreek ik Serbo-Kroatisch of Bosnisch, zoals dat nu heet. Ik heb Engels gestudeerd, Latijn, Frans, Italiaans, Duits. Esperanto toen ook een beetje. Ik zeg niet dat ik alles even vlot spreek. Nederlands heb ik in België geleerd. Toen ik naar België kwam, kon ik alleen eigenlijk in Engels communiceren. En ik heb een boek genomen van de bibliotheek in Willebroek, van de Universiteit van Delft. En op 3 maanden tijd heb ik mijn eerste sollicitatie met succes afgelegd als Nederlandstalige.